4 en berekent de hypotenuse. Het kan me niet schelen wat u daar na doet, maar ga er in ieder geval heen. Wacht even. Heel goed. Nee, wacht even. Kan je iets maken? Maria, die had slecht nieuws. En dan bleek ook wel uit wat ze zei. Wat ze zei namelijk... Ik heb slecht nieuws! Jozef liet van schrik zijn hangers uit de handen vallen. Maria had die merken nog een echo laten maken. Ja, en Jozef die vriezen het ergste. Ik vrees het ergste. Dat zei ik. De keizer wil dat wij allemaal onze naam in het grote boek gaan schrijven. Maar dat moet gebeuren in de plaats waar onze familie vandaan komt. Maar dan moeten we godnonderjuw helemaal naar bed liggen. Zei Jozef. Kwoord gooi die zijn accuboormachine door de werkplaats. Het was in een bos, 12 volt, type PSR 96. Pak weg 7 tientjes bij de gamma. Jozef en Maria die piekerden erover wat ze moesten doen. Ze maakten samen een plannetje voor de reis. Via een handelaar, genaamd Rinus, wist Jozef een ezel op de kop te tikken. Dat had hij beter niet kunnen doen. Die een ezel op de kop tikken. Want op zijn beurt schupte die Jozef zo hard tegen zijn klokkenhuis dat hij opnieuw zijn amandelen moest soorten knippen. Schiste Jozef. Dyslactische ezel. Jozef die was smerigens ondersteboven wakker geworden door dat feestje. En nou had je dus de baard in de kerel zitten. Maria die legde af en toe de hand op haar buik. Jozef die keek naar Maria. Hoe zal dat later met het kindje gaan, dacht hij. We zullen er goed voor zorgen. Waar het ook terecht komt. Ik ben dol op kinder. Ik heb er zelfs met op school gezeten. Misschien weer het kindje wel geboren in Bethlehem. Ja, ze wisten nog niet precies wat het zou worden. Dat was nog een verrassing. En Maria, nee, die had je ook niet echt een voorkeur. Jozef wel. Die zei steeds... Het maakt niet uit of het gezond is als het maar een jong is. Ze liepen al 2 dagen door allerlei dorpjes en stadjes en het was ze opgevallen dat in de meeste huizen de kerstboom al stond. Zou het nog wel goed zitten, Jozef? Vroeg Maria zich hardop af. God zal het weten! Zei Jozef. Maar gelukkig kwamen ze Jesaja tegen. Jesaja, dat was een profeet. En die zien het tegenwoordig niet veel meer. Dat is trouwens ook maar goed, want die jongens leefden zo'n 2000 jaar geleden. En als je die nou nog tegen zou komen, dan zagen ze er niet al te fris meer uit natuurlijk. Weet je soms de weg naar Bethlehem? Ik had er niet over nagedacht. Laten we hem voor het gemak, prins... Dinges de eerste noemen. Ja, dat vind ik een hele goeie. Zal ik de navel vrolijk doorknippen?
Zei Jozef streng. Nee, nee. Zal ik de navelstreng doorknippen, zei Jozef vrolijk. Ja. Maria die wikkelde het kindje in doeken en ze keek naar zijn oogjes en natte hurkjes. Stil maar. Huil maar niet. Bij ons ben je veilig. Zei ze zachtjes. Ai, 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 ai. Ze probeerden het kindje zo weer mogelijk te houden in die klamme stal. Links lag de os zich stierlijk te vervelen. En rechts stond een ezel die de kont tegen de krib gooide. Zuchtte Jozef die net weer lekker uit zit te kakken. Dat was een zware bevalling. Ja. Maar waar zou toch die herders zien? De herders van deze stal. Ze lagen bij nacht in het veld. Ze hielden vol trouwen de wachten. En ze hadden hun pindas gepeld. Daar hoorden zij de engelen zingen. Ja, ze hadden een vuurtje gemaakt om zich te weren, maar het was verschrikkelijk koud. Het waren drie herders. Matthäus, Vuller en Beckenbauer. Drie Duitse herders wel te verstaan. Nou, dat kan je nog wel zien. En jij dan? Nou, zo te huurder ben ik tegen een Duitse man, een Mechelse herder, en ik ken jou verder niet. Nee, het waren dus drie Duitse herders wel te verstaan. Ja, eigenlijk niet te verstaan, want toen verrekenen ze hem gewoon Hollands te praten. Die nacht werd het plotseling licht. Zo stralend licht was het nog nooit geweest. Wat zou je dat toch zien? Zou je Rob van Luik nog zo laat in zijn schuren lessen zien? Zie maar niet bang, zei een stem in het licht. Ik breng goed nieuws. Vannacht is er een kindje geboren en hij zal de nieuwe prins van heel de Leemkuul worden. Ga snel heen en vertel het verder. Maar er gebeurde verder niks. Och ja, doch die engel opeens, het zijn Duitse herders, hè. Geht hin und erzähl es weiter. Ja, en toen naaiden ze eruit. Ook die drie wijzen, die waren in die dagen al onderweg. Zijn adjudant opduwen, aantuigen, een fluitje geven. Ja, afduwen doen we volgend jaar. En schieten we past, dat is ook altijd heel spannend. Kijken hoe het fluitje over de kop gaat.